Ja, de grootschaligheid is hier natuurlijk groter. In Zeeland hadden we 40 hectare en hier hebben we 2000 acre. Dus 800 hectare. Vlakbij het plaatsje Vauxhall in de Canadese provincie Alberta wappert Vier de Zeeuwse vlag. Het is de plek waar de familie van den Hoek uit Zierikzee 15 jaar geleden naartoe verhuisde. Dat wij trouwden, toen had ik al het idee om weg te gaan, maar dat ging op een gegeven moment niet door. Ook omdat zij niet wou. Zij wil absoluut niet uit Zeeland weg. Maar ja, dan krijg je op een gegeven moment kinderen die of ook belangstelling voor de landbouw hebben natuurlijk. En toen was er een keer een avond over Canada en daar ben ik eens heen gegaan. En toen zei ik van nou, wij gaan dit voorjaar eens in Canada kijken. En zo is de bal gaan rollen. De provincie Alberta is zeer uitgestrekt. Er wonen maar 4 miljoen mensen, terwijl het 16 keer groter is dan Nederland. De eerste jaren natuurlijk had ik wel eens heimwee. Ik miste de geur van de zee, mijn ouders, mijn vriendinnen. Maar dat heb ik niet meer. Dat heimweegevoel, dat is helemaal weg. Je mist het eigenlijk niet, want als je ieder jaar een keer teruggaat, dan is het daar weer, hè. Als je iets wil weten, pak je de telefoon of wat dan ook en dan weet je het. Dus ja, echt missen, hè? Niet direct. De familie tilt vooral bonen op hun land, maar ook suikerbieten, koolzaad en verschillende soorten tarwe. Gerben en ik hebben het altijd samen gedaan en we proberen steeds uit te breiden nog. En nu is onze jongste zoon Mark, die is ook in het bedrijf gekomen. Dus ja, dan kunnen we het misschien drieën, met een beetje hulp in het najaar, kunnen we het alles in eigen beheer doen, ja. You need to adjust him a little bit. Like, it doesn't go in. In eerste instantie was het vooral Gerwin die graag boer wilde worden. Maar inmiddels doet ook de jongste zoon Mark mee in het bedrijf. Mark was 14 toen de familie verhuisde. Voor hem lijkt zijn Zeeuwse tijd wel een vorig leven. I have no life there. I have family there. But my life is here. You grow up here, you build a life here. Well, life goes on. Ik kan wel Nederlands, ja. It's easier in English. Yeah. Het graan van het land wordt in Canada vooral vervoerd per spoor. Via een elevator wordt het op de trein geladen en naar de haven van Vancouver gebracht, ongeveer 1000 kilometer verderop. Het dichtstbijzijnde plaatsje bij de boerderij is Vauxhall met zo'n 1100 inwoners. Een groot deel daarvan zijn ook recente immigranten uit Europa. En ondanks de verschillende achtergronden is er een hechte gemeenschap ontstaan. Zo worden er regelmatig benefietavonden gehouden voor het goede doel, met verse kreeft en een veiling. Sell a hog, a barbecued hog, 80 pounds. Who said $1,000? That one, a bit of one, a bit of $1,000, a bit of $1,000, you know, one, a bit of $1,000, a bit of $1,500. Dit is de 16e keer dat het vandaag gebeurt. En naar aanleiding van een mevrouw die hier overleden is aan borstkanker, de Fire and Ambulance, die organiseren het. En daar heb ik bij gezeten een aantal jaren bij de ambulance, dus ik heb ook mee helpen organiseren. Vanavond is het de tweede keer dat ik hier als gast ben in plaats van iemand die meehelpt. 1400, sold it in Frontier. Ma'am, you got it for $1,300. De familie is na 15 jaar goed geïntegreerd in Canada. Inmiddels zijn er kleinkinderen en de voertaal in huis is dus vooral Engels. How much money did you get from the thief ferry? Two bucks. It's a gold mine. All these thieves. Toch laat hun Zeeuwse verleden ze niet los. Ik voel me nog steeds Zeeuws. Ik denk dat dat er ook nooit uitgaat. Misschien dat bij onze kinderen dat gevoel een beetje wegzakt. Maar ik denk dat wij nog wel steeds erg Zeeuws zijn, ja. Wij zijn natuurlijk Zeeuws geboren. We hebben 45 jaar in Zeeland gewoond, hè. Dus dat is de helft van je leven woon je daar. Dat gooi je niet zomaar weg natuurlijk.